staan hier op het milieuperron in Bergen-ter-Bliet. Toch wel voor een speciale rij. Want hier in Bergen-ter-Bliet wordt een actie gehouden voor het inzamelen van plastic dub voor het geleidehondenfonds. Hun die ingezet werden om slechtziende en blinden te helpen met hun dagelijkse bezigheden. Laten we het zo maar even zeggen. Plastic dub, die je op flesje hebt of op bijvoorbeeld de slagroom of wat dan ook, die moet je bewaren. Die doet je in een tuut en die kunt je brengen bij Richard van Kan. Enfin, alle informatie daarover geef hij u in het volgende item. Richard van Kan, verkennen dich vanwege de lorries van een aantal jaren geleden waar ze zoveel succes voor gehad hebben. Door verwervers ook op de achtergrond. Hè? Ja, dat klopt. Die zijn altijd in de weer. Ja. Maar nu zet ze zich voor ganske de anders in. Dus zet zich in voor het inzamelen van doppen voor het geleidehondenfonds. Waarom deed ze dat? Ja, ik heb zelf gehad in de ogen. En nu ben ik erachter gekomen dat het heel belangrijk is dat zo'n hond goed terecht komt eigenlijk bij een wat dat heel hel nodig heeft. Geleidehonden zijn vooral in het gewone dagelijkse patroon, maar die is geen gewone hond. Het is een bijzondere hond, wil ik eigenlijk zeggen. Ja, die heeft een opleiding, 22 maanden. En dan wordt er gematcht aan hen wat hij nodig heeft op dat moment. Mm-hmm. En ja, zo'n hond kost heel veel geld en daarom is die dope actie. Hoeveel kost de opleiding van zo'n hond? Dat kost tussen de 25.000 en 30.000 euro. Mm-hmm. Gelukkig doen heel veel vrijwilligers daar met. En daardoor komt de hond op de juiste plaats met de juiste middelen. Ja. Dat heb je juist verteld, hè? Heb je het aan de ogen en dus tijdens op de wachtlijst om zo'n hond toegewezen te krijgen. Hoe lang moest ze daarop wachten? Ja, het duurt tussen de 8 maanden en een jaar. Mm-hmm. Ze moeten wel een goede match vinden. Ja. Toen wist ze begonnen met zo'n doppenactie. Wat hield dat in? Alle doppen worden verzameld. Het zijn plastic doppen. En die gaan dadelijk naar een recyclebedrijf. Mm-hmm. En daar kreeg KNGF een vergoeding voor. En dat wordt volledig besteed voor het opleiden van blinde geleidehonden. Okay. En dan kunnen jullie allerhande soorten doppen hier bij gaan afleveren? Ja, het moeten wel plastic doppen zijn. En dat is plastic doppen bijvoorbeeld van wasmiddelen. Maar ook van melkdoppen. Ja. En van bijvoorbeeld de tandpasta. Ja, dus gewoon zo simpele huishoudelijke zaken die kunnen bij dich ingeleverd worden. Ja. Wie gaat dat in zijn werk? Kunnen ze jullie aanbellen en met een dop komen? Of? Maar de jullie kunnen gewoon aanbellen. Stel niet toestaan, zet de boete in de bak. En dan kunnen ze dan die doppen ingooien. Ja. En dan zorgen we dat het op de plaats van bestemming komt. Hoe lang loopt de actie? Dat is pas begonnen. En dat zal nog wel een paar maanden duren. Mocht je nog even de adres en telefoonnummer waar jullie de doppen kunnen afleveren? Ja, het is Dr. Goosestraat 17 in Bergen-ter-Bliet. En het telefoonnummer is 043-60-41015. Op de feestdag van Sint Gerlach, maandag 5 januari, onthulde bisschop van Luik, monseigneur Jean-Pierre Delville, tijdens de eucharistieviering in de parochiekerk van Houtem, de gezichtsconstructie van Sint Gerlach. Voor het eerst konden de aanwezigen met eigen ogen het ware gezicht van de Houtemse geestelijke zien. Hier ziet u hoe de bisschop het gezicht onthulde. Na de onthulling werd het beeld naar zijn definitieve plek in de schatkamer gebracht. Hotelier Camille Ooswegen leidde in juni 2014 de bandleden Charlie Watts en Ron Wood, beide van de rock'n'roll band The Rolling Stones, door de barokke parochiekerk in Houtem. Wat vertelde hij de beide rockers eigenlijk? Toen wij voor de zilveren reliekhouder stonden van Sint Gerlach, vertelde ik dat er plannen waren om het gezicht van Sint Gerlach te reconstrueren. En toen vroeg Charlie Watts meteen, God, en wanneer kunnen we dat zien? En toen zei ik, ja, de sponsoring is nog niet helemaal afgerond. Toen zei hij meteen, ja, mogen wij daar dan een bijdrage aan leveren? Ik zeg, nou, daar zal niemand bezwaar tegen hebben. En toen de volgende ochtend was er een envelop met een mooie inhoud die het gat in de begroting dichtte van de sponsoring. Dus mede dankzij de Rolling Stones is het gezicht gereconstrueerd, ja. Je hebt natuurlijk ook bekendgemaakt dat niet het bedrag bekend wordt gemaakt. Nee, dat is aan het kerkbestuur natuurlijk. Dat is ook niet belangrijk, denk ik. Bent u blij met de reconstructie? Ja. Ontzettend mooi. En het is heel bijzonder gedaan door de heer Spee en de heer Lataster en het hele team dat daaraan gewerkt heeft. En je ziet dat het een persoon is die echt een ascetisch leven geleid heeft. Heel sober, natuurlijk heel hard ook. Hè? In de natuur, zomer en winter, in de kou.
Dus ja, het is een heel indrukwekkend, charismatisch gezicht, vind ik. Dat heel goed aansluit bij de ideeën en de woorden die we van Sint Gerlach kennen. Hij spreekt als het ware tot je als je zijn gezicht ziet, ja. Sint Gerlach is onlosbrekelijk verbonden met Houten. Ja. Is dat voor de toekomst ook voor de beide Rolling Stones van toepassing? Het zal altijd wel zo blijven, denk ik. Ja. Ja. Meneer Pastoor, blij met het nieuwe beeld? Ik ben er heel blij mee. Een prachtig resultaat. Waarom was het nodig om een nieuwe gezichtsreconstructie te maken? Nou, er is nooit een reconstructie geweest. En alles is eigenlijk op zeggen. En de afbeeldingen die we kennen is op zeggen allemaal gemaakt. De prentjes en dergelijke. Maar deze reconstructie is gemaakt aan de hand van de schedel van Gerlachus. En die en de gebeente is door het Universiteit van Groningen toen de tijd onderzocht. En alles wijst erop dat alle gebeente, ook de schedel van Gerlachus is. En aan tafel met de nieuwste technieken die ze nu hebben, hebben ze deze reconstructie dus gemaakt. Wat gaat u met het oude beeld doen? De reliekhouder blijft gewoon op de plaats, blijft het centrum van de verering. En, want daar zit het eigenlijke reliek in. Dus nee, die blijft op zijn plaats. Ja. In november 2015 wordt een symposium georganiseerd met onder meer de deskundigen die deze gezichtsreconstructie hebben uitgevoerd. De herdenking 850 jaar Sint Gerlach is een tentoonstelling gekoppeld die te bezichtigen is en de naam draagt Pelgrimages door de eeuwen heen. Een korte samenvatting over het bijzondere leven van ridder, pelgrim en kluizenaar Sint Gerlach vindt u op de website www.sintgerlach.nl. De Bergse Valkenburgerstraat staat al jaren op de prioriteitenlijst om gerenoveerd te worden. Maar het is er nog niet van gekomen. Wethouder Carlo van Kan, van Algemeen Belang, heeft, alvorens tot de werkzaamheden over te gaan, voor de komende schouw van wegen na de carnaval het ingenieursbureau gevraagd te kijken of er nog meer wegen zoals de Valkenburgerstraat in deze gemeente te vinden zijn. De Bergse straat heeft een slechte ondergrond en dient geheel gerenoveerd te worden. De resultaten van de schouw zijn in juni 2015 pas bekend. Daarna kan de politiek aan de hand van een collegevoorstel een keuze maken. We staan hier voor de paal op het Theodor Dorpplein, de lichtmast. Welke functionaliteiten heeft die lichtmast? Nou, de lichtmast zelf voor de gewone openbare verlichting kan gedimd of sterker of minder sterk branden. Kan bij calamiteiten omhoog geregeld worden. Staat normaal gesproken op een standaard instelling. De ledstrepen in de masten die kunnen naar elk gewenst scenario ingesteld worden. Dus zoals nu te zien is bijvoorbeeld voor carnaval rood, geel en groen. Koninginnedag, bevrijdingsdag rood, wit, blauw. Oranje met voetballen of gewoon heel licht wit branden. Elk scenario is daar mogelijk. Elk scenario is programmeerbaar en ook op afstand stuurbaar en instelbaar. Dus middels een smartphone kan elk gewend scenario ingesteld worden. Valkenburg maakte een rondje in het historische centrum. We laten u zien hoe dit plan in de praktijk vorm heeft gekregen. Op het Theodor Dorpplein is het Spaans Leenhof opnieuw in het licht gezet door Wasservoort. Ook de nieuwe Geulpoort wordt geheel uitgelicht volgens plan. In het Haldenpark zijn de trappen aan de Halderstraatkant verlicht. Ook de oude vestingmuur wordt sfeervol verlicht over de gehele breedte. Het pad langs de Wilhelminelaan, daar waar het oude trottoir en de balustrade gestaan heeft, staat ook in het licht. De onlangs gerestaureerde en uitgebreide Grendelpoort wordt van beide kanten uitgelicht. Vanuit de Muntstraatkant en vanuit de Grendelpleinkant Boete de Poort ziet de poort er feeriek uit. De Berkelpoort is al een ruim aantal jaren geleden gerestaureerd en kreeg ook een nieuwe verlichting. Op beide delen van de poort zelfs. TV Valkenburg maakte een rondje door het historische centrum. We laten nu zien hoe privé-eigenaren een eigen lichtplan hebben ontwikkeld om voor hun pand meer aandacht te genereren. Deze gevelverlichting geeft het historische karakter van het centrum kleur en aandacht anno 2015. Zie zelf hoe pandeigenaren het lichtplan van Wasservoort hebben opgepakt en uitgevoerd.